Van Red Abonnementen, 5 euro aan het einde jaarskorting. Van Arca, hè? Van Arca, van Pyro Boer gekregen. Mini Corsairs. Hier, kort. Van Tiger Boer. Mooi ding houden. Oh hier, gaan we zo hoor. Ja, zeker. Mooi afgewerkt ook. Ja, maar veel plezier met jou. Ga je maar wacht. Dankjewel. Wat? Oh? Dat shit. Niemand weet welke fout ze zijn. Dus deze gaan harder dan die? Er zit bijna geen verschil in, maar deze is dus 4,6 gram. Wie zeggen ze dan? Ja. Is dat zo? Is dat op saai. 4,6 gram per stuk. Ja, ze gaan echt wel harder. Deze zijn 4,2. Die. Misschien liggen de kant. Er staat 2,5 gram op, als je ze uit elkaar haalt, staat er 4,2 gram. Dat is ook met die signalen, als er staat 2,0 gram, er zit gewoon 3,3 gram. Ja. Exclusief prieber. Die ouders ook al weg. Anaal! Laat je likken! Hey, weet je wat we hebben voor de politie? De Zena Bodemblitz! Deze! Zena Bodemblitz! We gaan gewoon door, kutpolitie! Fuck jullie jongen, we gaan nog half stoken. Teamsleiders. Zo een beetje kut dat je een inval hebt gehad. Heb je er nog een 2,5 inch fitje bij? Ja, dat meen je niet, maat. Dat is wel goed hoor. Oh, knetteren! Oh, super bedankt man, echt tof. Ja toch? Sowieso shout-out naar Pyro Boer, Dirk Maas en mijn maat uit Tilburg. Gewoon gezellige middag gehad. G de Netris, YouTube hè? Sowieso ook abonneren op deze mensen. En veel anaal doen. En laat je likken. Later! 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 Deze zijn hier kolen. Ja, maar dat zijn je het Polen vandaan houden. Ja, maar dat zeggen, kijk. Dit zijn de Poolse met groene vlam, kijk. Met groene vlam, ja, maar deze gaan veel harder als die groene vlam. Die erop zitten, hoor. Ja. Dat zijn ook hele goede dit. Deze? Ja. Dit zijn hele slechte. Ja. Oh ja, kijk. Ja, dit. Ja, mooi voor vergelijken video. Dit is mooi voor vergelijken video. Ja, dit is een hele slechte. Oh, dat zijn die, ja, of jij, ja, Frederik. Ja. Die zijn echt slecht, hè? Ja. Met boterhammen. Oh ja! Dit zijn van Jorga, hoor. Dijden is een ex. Zijn er die FP1? Er zit 2 gram in, nou, hè? Ja, maar klopt dat. FP1. Ja, die hadden wij zaterdag ook nog gestoken. Met Brabantse Beuker en FP1. Ik heb deze nooit meegemaakt, maar er zit 2 gram in, nou, schijnt. Kun je voor de gekko heet knetterballen. Ja, dat zijn geen knetterballen, dit. Ze zijn best hard te gaan, hoor. Wat is dit? Bombenvoeling. Ja, ik kan het niet uitspreken. Ik ken geen Duits. White Devil. Ja, ik heb overal wat met. En weer Mont Blanc Raquette Panorama Effect. Dat is waarschijnlijk. Ik zag geen. De eerste die we net al hadden. Ja. Waarschijnlijk geen naakt wijf uit de lucht houden. Panorama Effect. Lekker hoor. Juist. Lekker. Bombenvulling. Kijk, en dan hebben we hier nog. Welke merk is dat weer? Leslie of zo, toch? Ja. Zo zien we ook. Leslie of Broekhoff. Ja, ik weet niet, ik dacht dat het Leslie was, maar Chiffin is geen moeder op staan. Zolang ik knalde ben ik eigenlijk al helemaal blij, man. Bam, bam. Zou je? Knalstring. Een knalstring. Een knalstring, ja. Ik heb natuurlijk ook nog iets gekregen van Dirk Maas en Pyro Boer. Die laten nooit zonder lege handen naar huis gaan. Ik zal een beetje laten zien wat. Dit. Dat zijn fluitpatronen. Dit zijn ratterpatronen. Dat is waarschijnlijk iets met knetter en fluit. De mini Corsairs van Arca. Echt hele mooie dingen. Klein maar knalhard. Dit zijn de soort van imitatie FP3's, maar die zijn wel harder. Er staat op Demon, er zijn van Xiaofeng Fireworks of iets staat erop. Ik weet ook niet precies hoe of wat, maar die blijken wel goed te zijn deze. Dan heb ik hier de FP3 namaak. En zover Pyro Boer zei, moet er echt troep zijn. Ja, we zullen het zien.
keer Tiger Boom. Tuurlijk van Privatex, Bomba Shop. Ik heb ook 3 Duitse pijlertreden, de grote. De FP1'tjes. Zijn natuurlijk ook knallers gewoon. Nitraatunder. Nitraatunder 2.0. De Poolse Zenanitraat heb ik gekregen. 3 stuks. Zijn, deze komen uit de Cake. Daar hebben ze single shotjes van gemaakt. Die heb ik ook gekregen. En de Zena Bodemblitz. Ja, het is zink, maar wij noemen het dan Zena. Goh, van die volks had er geen zin in. Maar ja, nou, jammer dan. Weet wel wat een zink bodemblitz is. Dan heb ik ook nog 3 keer 90 schotsmatch gekregen. En van Maat uit Tilburg heb ik de Zena Truenos gekregen. Super bedankt, jongen. Ja, hé. Hey. Wat denk je, als je bij Dirk komt, dat je dan geen extra spul krijgt? Wat denk jij? De 2,5 inch luut. Rap Flower. Een 3 inch green chrysanthemum. Sorry. En, wacht even. Een 4 inch artillery salute. €361. 1,50, prima ook goed. Nee, 361. Die heb ik al van Pyroboer gekregen, Dirk Maas Fireworks en mijn maat uit Tilburg. Ik wil jullie allemaal sowieso bedanken voor die donatie, man. Ik kan toch een beetje iets stoken. En ik heb natuurlijk iets van mijn kleine maatje gekregen, onze Brabantse beuker. Dat ga ik jullie ook even laten zien. Weer 2 keer de Dragon Boom heb ik gekregen. Om, ja. Het zal wel best wel hard gaan, lijkt mij. De FP3 CE. Drie keer de Tiger Boom weer van Privatex. Die dus lijkt hierbij. Dit was een bombette uit. Een cake of een single shot, dat weet ik niet meer precies wat hij zei, maar het is in ieder geval een bombette die hij gemaakt had voor mij. En een Beko Super. Nou, Superbeuler knalkorper. Nou, ik ben benieuwd. 1,5 gram, zou wel gewoon een groot rotje. Dus die heb ik allemaal gekregen van mensen. En daar ben ik echt super blij mee. Ik wil jullie allemaal bedanken voor die donatie. Echt super, man. Als ik jullie niet had, dan had ik rotjes afgestoken.